Ja. Ik vond het zo eng, dus dan. Wat vind je eng? Nou, het lijkt zo best wel ver. Het is ook ver. Let's go. Door, door, door. Yay, jongens, ik ben er. En ik heb een memory card gekocht op het vliegveld. Dus die zit er nu in, dus ik kan weer vliegen met mijn camera, wou ik zeggen. Nee, ik kan weer filmen met mijn camera. Maar ik ben in de kamer. Nu nog alleen. Ik zie hier iets liggen voor mevrouw Daphne Schippers. Ik heb zo'n gevoel dat die bij mij op de kamer zit. Dit is onze badkamer. Which is... Ik loop altijd te snel, waardoor die niet scherp wordt. Nou, is toch toppie, jongens. Dus ja, ik moest op de foto en dat kan ik niet tegen. Ik bedoel, het is toch verschrikkelijk. Dan ben je dus de hele dag aan het reizen. Dus dan heb je helemaal geen zin om nog op een foto te moeten als je aankomt. En je ziet er niet uit. En dan moet je op de foto voor accreditatie, terwijl ze normaal ook foto's insturen. Maar daar hadden ze geen zin in, blijkbaar. Dus daar word ik altijd heel zagrijnig van. Maar goed, maakt niet uit. Boeien. Ik ga zo even douchen, want het voelt echt alsof ik dat al 3 jaar niet heb gedaan. Pas gisteravond, valt best mee, maar toch. En dan ga ik denk even chillen. Here we are. Hoi, vorige keer zei ik van zie jullie later, want ik ben een wedstrijd heb. En nu ben ik onderweg naar Newcastle, want ik loop 150 bij de City Games. Dus dat is mijn allerlaatste wedstrijd, maar echt mijn allerlaatste wedstrijd. En ik heb er al een beetje een dag op zitten. Het is 9 uur 's ochtends in Engeland. En ik had bijna mijn tweede vlucht gemist, ik moest overstappen. Ik moest om 6 uur op. Echt, ik ben zo blij af en toe dat ik een sprinter ben. Want anders had ik sowieso niet mijn vlucht gehaald. Nu is wel. Dus daar ben ik blij om. Dus ik ga nu daarheen. En laat ik even zien hoe het allemaal gaat. Het is mijn allereerste wegwedstrijd. Nou, wegwedstrijd noem je het, in de stad. Wat leuk, ik heb er echt zin in. Dus ja, ik weet niet. Ik ben in het hotel. En vorig jaar was die zaal natuurlijk ook bij deze wedstrijd. En toen had zij een ziek mooi uitzicht, want zij keek toen op de start uit. Dit is mijn uitzicht. Op zich best cute. Maar dus niet de baan. Het is echt nog fucking vroeg. Eigenlijk, omdat ik gewoon zo vroeg moest vliegen. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen vandaag. Ik ga denk ik gewoon een beetje chillen. Ik ga denk ik wel zo eventjes kijken daar beneden. Bij de baan, want ik ben echt wel benieuwd hoe het eruit ziet. Maar verder ga ik gewoon lekker chillen en eten en chillen. Hoi allemaal, het is een nieuwe dag. Ik heb net mijn kleding opgehaald. Wat natuurlijk wel op zich wel even grappig is om te laten zien. Het is natuurlijk gewoon Team Europe kleding, dus dat heb je niet vaak. Dit is het topje. Oké, wacht. Leg het wel even neer. Broekje, laat ik net een Nederland broekje trouwens met dat oranje streepje. En dan een blauw topje. Met van die bandjes op je rug of zo. Een beetje weird, maar ik hoop dat niemand dat aan de voorkant gaat doen, want dat ziet er heel raar uit. Kijk, dit vind ik vooral wel geinig. Dit is dus het presentatiejack of zo. Dus dan de achterkant. Maar Team Europe! Ik ga nu even koffie drinken, want dat heb ik wel erg nodig. Dan lunchen en dan... nog even trainen. En dan kan ik de camera wel even meenemen naar de trainer. Moet ik niet vergeten, dus ik leg hem nu op mijn bed. Oh, batterij bijna leeg. Oh, ik heb opladen. Oké, ga ik nu een oplader doen.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill. Where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story I'm writing, producing. I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get away, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa, look how I go, gon' be a dentist, I still got the flow. Never gon' lose cause I'm still doing both. Never gon' lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most. Know I'm never gonna choke. And I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill. Every beat I know I will. Everything I'm working on. Every night another song. Ik ben weer terug. I'm back. Ik heb even getraind, ging best wel oké. Ik voel me eigenlijk wel beter dan vorige week. Auw. Oké. Ja, ik voel me wel iets beter. Besides dat ik nu mezelf een kaart heb getrapt. Ik ben heel benieuwd. Morgen moet ik gewoon al. Het is wel raar. Het voelt echt niet alsof ik morgen al moet. Ja, dus ik ga nu even douchen, eten en dan even chillen. En even bedenken hoe laat ik morgen alles moet doen. Want we moeten natuurlijk al om 4:15. Ja, dat is best snel. En Laura moet dus tegelijkertijd. Dat is wel grappig. Good times. Is die hard? Hoe voelt die? Nat. Gladjes. Het lijkt zo best wel ver. Het is ook ver. Want je helemaal als je zo kijkt. Het is 150 meter voorbij. Ja jongens, dit ga ik sowieso eten morgen na dinner. Na dinner. Na dinner, nee. Na de race. Jezus, ik kan niet meer praten. Hey, die ligt al klaar voor morgen. Hey. Hallo. Kijk. Go Europe! Het is vandaag race day. Dus we gaan ervoor. Ik ben wel een beetje stijf en zo. Maar goed, dat zal wel normaal zijn toch? Ik weet dat ik normaal ook best wel stijf ben. Ik heb trouwens mijn nummer opgehaald en daar kregen we dit boekje bij. En daar staat dus in. Of daar staat dus iedereen in die loopt. Which is funny, isn't it? En wacht, waar is mijn nou? Volgens mij ging ik er net al langs. Ja, kijk. Leuk toch? Maar daar is het stadion. Je ziet daar net zo'n lamp daar. Dat is van het stadion. Dus ik ga zo daarin. En dan oversteken. En dan daar naar de warming-up trekken. En dan daar. Dus ik heb al de tijd. Ik moet even een half uur mijn warming-up starten. Dus ik ga denk nu maar naar de baan toe. Dan kan ik nog heel even chillen. Even naar de wc en zo. En dan voordat ik start inlopen. Dus ja, ik zie jullie later. Yo, goedemorgen. Het is wedstrijddagje vandaag. En ik ben wel een beetje zenuwachtig, want de meiden tegen wie ik loop zijn allemaal zo snel. Dus dat wordt nog wat. Ik ben echt oprecht een beetje gewoon zenuwachtig. Omdat ik gewoon een beetje denk van, oh, die meiden zijn zo teren snel op die 100 meter. En ik echt totaal niet. Het is gelukkig 50 meter verder. Dat is top. Dus hopelijk kom ik daarna nog wat dichterbij. Maar ik hoop echt niet dat ik zo voor achter ga lopen. Want dat is natuurlijk een beetje stom. We gaan gewoon even doen, hè. Dat is even leuk, toch? Hopelijk blijft het droog. Het is nu droog. Als het gaat regenen. Oh. Daar heb ik echt zin in. X-factor aan het kijken. Superleuk.
Maar ja, en Lisanne loopt natuurlijk ook vandaag. Ook op precies dezelfde tijd. We lopen allebei om 4:15 Nederlandse tijd. Dus dat is wel grappig. Dus ja, ik kan haar alleen niet zien. Dus dat vind ik wel stom. Dus ik hoop dat ik daarna wel de race gewoon ergens kan terugvinden ofzo. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe ze het gaat doen, zeg maar. En ja, ik ben ook best wel vroeg klaar. Dus ik ga daarna denk ik gewoon lekker eten. Misschien nog even de stad in ofzo. Koffietje doen, als ik zin in heb. Laatste wedstrijd. Let's go. Ik ging echt heel goed. Ik lag fucking ver achter, maar maakt niet uit. Ik ben mijn oorbel kwijt, zoals je denkt, waar je ziet. Ik ging zo snel, jongens, ben mijn oorbel kwijt. En hier zijn alle mensen. Superleuk. Kijk. Maybe the heading off for a small lemonade or something this evening to signify the end of their season. Del Nita's already got. Ze gaan volgens mij de afscheid vieren van de verspringer. En hier zijn alleen maar Britten. En wij zijn hier echt als Nederlands, dus volgens mij horen wij hier helemaal niet te staan. Ze gaan met champagne en zo. We hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Maar ik heb het idee dat we beter op kunnen zouten. Ik vond dit heel eng om te doen. Ik ga niet liegen. Ik zag de startlights en ik kreeg spontaan van alles. Iedereen 150 tegen dames die gewoon zo harde 100 lopen. En ik ben echt geen goede starter. Echt gewoon 0,0. Dus ik dacht alleen maar, oké, ik ga sowieso 4 worden. That's fine with me. Maar gewoon proberen er zo dichtbij mogelijk te zitten. Maar dit was niet best hoor. Echt, de eerste 2 stappen waren best oké, maar daarna ging ik echt, had ik echt 3, 4, zeg maar met 3e en 4e stap waren echt een zieke misstap en toen lag ik echt al zo ver achter. Het was heel raar om natuurlijk echt door te lopen, omdat ik best wel iemand ben die heel hard de bochten uitloopt, of heel hard de bochten uitloopt. Dus... We hebben een beller. Lisanne. Hey. Yo. Ik ben weer. Hi. Ik vond het zo eng, Lisanne. Wat vond je eng? Nou, volgens mij dacht er niet meinig, wat de fuck doe jij hier? Hoezo? Ja, gewoon dat ik dit, nou niet dat ze dat helemaal heeft. Ik voelde me zo echt, oh my god. Ik voel me echt zo'n loser. Die het gewoon echt niet kan. Maakt het nou uit? Ja, maakt het niet uit, maar... Yeah. Ik ben nu 17,5. Dat is op zich. Ja, precies. Zo erg is het ook niet. Ja, het was ook zo awkward, want ik was klaar. En
zeg maar, we stonden nog een beetje met z'n allen, met z'n vieren, zo van, moeten we al terug of moeten we nog blijven? Maar sommigen moesten ik interview. En toen kwam er zo'n jongen naar me toe. Ja, als je wil mag je gaan hoor, want we gaan met de Britse meid praten. Ik stond echt van, oké, ga ik. En toen liep ik terug en ging iedereen klappen. En ik dacht alleen maar, ik voel me zo ongemakkelijk. Want ik dacht echt alleen maar, ik liep echt heel helemaal. Wat moet ik nu doen? Ja, dus ik zat echt aan iedereen klappen en iedereen. En echt, ik dacht echt, wat moet ik hier doen? Ik heb maar een beetje zwaai zo van ja, dankje, dankje. Maar ik dacht echt, oh my god, dit is zo ongemakkelijk. Ja, klopt. Hey. Nou, wat leuk jongens. Super mooi. Oh, ik heb in mijn oog gekrapt. Maar ja, dat deed ik expres alleen. Er zit iets. Dat deed het wel bij. Oké, ondertussen kijk ik dus de EK. Gaat niet helemaal goed vandaag. Ik ben al een half uur te laat met mijn pillen. Dus dat is echt goed, hè? In Amerika winnen nu weer van Europa, dus dat is een beetje kut. Oké. Dus, jongens, vandaag is het race day alweer en het gaat een mixed relay worden en ik ben echt zo benieuwd. Ik heb helemaal niet verteld over gisteren. Oh, ik ben echt een domme mogel. Ah, mijn oog, jongen. Oké, dus, gisteren ging best wel goed. Ik was vierde. Vier, dus dat was top. De tijd was niet super snel, maar het was ook echt niet slecht voor nu nog. En, oh, mijn oog gaat dit raden, dan gaat mijn make-up. Ja, dus mijn tijd was niet slecht. En ik werd vierde in het veld en dat was gewoon wel echt best wel goed. Want ik stond 60 geplaatst en er deden gewoon echt wel goede meiden mee. Dus daar was ik blij mee. Maar vandaag ga ik dus estafette doen. Mixed 4x4. Nou jongens, ik weet niet. Maar dat wordt natuurlijk echt een chaos. Want we mogen zelf bepalen wie waar loopt. Dus of het man, vrouw, man, vrouw. Of man, vrouw, vrouw, man. Weet je, het mag allemaal. Dus ik loop straks waarschijnlijk tegen mannen. Of ja, misschien ook vrouwen of weet ik veel. Dus het wordt best wel grappig, denk ik. Ik ben heel benieuwd, dat is voor de eerste keer. Oh, die vlieg is daar, dood. We worden al de hele tijd worden we gepest door de vliegen. Nu zie ik hem daar liggen. Zielig. Volgend jaar is hij ook op de WK. Dus misschien het is het leuk om te oefenen alvast en een beetje te kijken hoe dat gaat. En wat voor tijd hij loopt, et cetera. Dus daar heb ik zin in. En dan is het spannend of Europa gaat winnen. Of de Continental Cup gaat winnen. Ik weet niet zo goed of dat echt gaat lukken. Ik ben me nu aan het klaarmaken. Ik weet ook nog niet welke volgorde we gaan lopen. Wie er als eerst gaat, ik weet nog niks. Het liefst start ik niet. Want daar ben ik gewoon niet zo goed in. Maar dat weten we ondertussen wel allemaal. Maar als het moet, dan moet het bij. Ik bedoel, het is wat het is. Ik blijf het toch wel leuk vinden. En dan zometeen moet Daphne. En die kan ik vanaf hier nog kijken. Want de baan, had ik dus al gezegd, is vlakbij. Dus dat doe ik vanaf hier. En dan ga ik daarheen. Ja, jullie zien het goed. Er staat daar bier. Die had ik gekregen. Oh, mijn vinger trilt lekker door mijn compact. Maar die had ik gekregen in onze welkomstpakket. Superleuk. Yay, Europe! Go, Roomy. Go, Roomy. Jeetje, duurt lang. Yes. Goeie start. Go, go, go. Goeie start. Ja, ja, ja. Go, pakker. Ja. Goed zo. Ja. Nu door. Ja. Ja. Nee, oeh, daar komt ze. Ja, hallo. Oeh. Oh, dat is best goed. Best goed, wat zeg ik. Is gewoon goed. Dat scheelt er niet veel. Cabina de dom. Elevator is going down. Oh, sorry. Een beste kopje. Haha.
Succes, hè? Hoi, ik had jullie nog niet bijgepraat over de mixed relay. En dat was natuurlijk wel een dingetje. Het was de eerste keer dat ik het deed, zoals ik al eerder zei. Het ging niet helemaal zoals ik had gepland. Ik heb helaas geen beelden. Tenminste, die we mogen gebruiken. Maar ik heb een stokje laten vallen. Dus dat was wel een beetje kak. Ik had met Kevin geoefend, Kevin Borlée. En het was zo van, oké, het is natuurlijk heel anders als er een jongen opeens komt aanlopen en je dan dat stokje moet pakken. Dat gaat natuurlijk harder dan dat je normaal met vrouwen wisselt in een 4x4. Dus ik dacht, oké, ik moet zo hard mogelijk weg, zo laat mogelijk, maar zo hard mogelijk. Dat was een beetje wat ik met hem had afgesproken. Dus ik was er best een beetje zenuwachtig over, want ik was dus tweede loopster. Dus ik ging gewoon keihard weg. En toen had ik dat stokje, toen dacht ik, oh yes, oké, yes, het is gelukt. En op dat moment had ik één moment een soort van niks in mijn hoofd. En toen ging dat stokje floep uit mijn handen. Dus dat was een beetje een schaamtelijk moment, als je dat zo kan zeggen. Maar goed, gelukkig was het niet heel belangrijk. We konden niet meer winnen de Continental Cup, dus hè. Hé, wat maakt het allemaal uit? Waar hebben we het over? Ja, dus dat was de laatste wedstrijd van een heel goed seizoen natuurlijk. Ik kan niet klagen, dus zo'n laatste wedstrijd maakt ook geen zak uit. De dag voor mijn mixed relay was wel goed. Dus ik mag zeker tevreden zijn. Ik ben nu weer lekker thuis. En nu is het tijd voor vakantie. We gaan jullie op de hoogte houden. Er komt snel weer een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie snel in onze vakantie. Ik ga nog niet verklappen waar naartoe. We komen snel genoeg achter. Doei!